Hartelijke goeienaand. Wat een kostbare voorreg om hierdie bezige week te kan afsluiten samen met jou in die woord van die Here. Ons als mensen is so bezig en gejaag. Die tempo van hierdie leven is so gejaag. Hierdie wereld is so gejaag met al sy vooruitgang. Maar wat leer die woord van die Here voor ons? En ik lees vir jou hier in 1 Korintiërs hoofdstuk 1 en ons lees van vers 27. En toch, wat voor die wereld onsin is, heeft God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat voor die wereld zwak is, heeft God uitgekies om die sterkes te beskaam. Wat voor die wereld zonder aanzien of betekenis is, ja, wat niks is niet, heeft God uitgekies om wat iets is, tot niet te maken. Voor God heeft geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danken dat jylle met Christus Jesus verenig is. Hij het voor ons geword die wijsheid van God, die vrijspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, die wat wil roem, moet in die Here roem. En hierdie wereld wat so gejaag is, wat so bezig is, en wat vir hulle self roem oor hulle vooruitgang wat hulle beleef, is die belangrijkste om in te roem is Christus Jesus. Want dit is wat voor God wijsheid is. Dit is wat voor hom werkelijk wijsheid is, is om jou afhankelijkheid en absolute erkentenis te besef aan Christus Jesus en dat jij en ik ons is niet iets om in te roem nie. Want hij zei voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Ons het niks om op te roem nie. Ons roem is in Christus Jesus. Vader, ons is in een bezige wereld. Ons leven in een wereld wat zijn tempo, zijn vooruitgang, geweldig vinnig is, maar in dieselfde asem leef ons ook in een wereld waar ons baie duidelijk die achteruitgang sien. Want mense besef nie wat is werkelijk wijsheid in die lewe wat ons vandaag lewe nie. Mense focus op dinge wat vir u nie belangrijk is nie, op dinge wat vir u eindelijk onsin en dwaasheid is, lees ons in hierdie context van 1 Korintiërs hoofstuk 1. Maar wat voor u belangrijk is, is dat ons al besef, ons is afhankelijk van u en van Christus Jesus, om met hom verenig te wees, want hy maak ons sterk. Hy gee ons kracht en hy gee ons insig en wijsheid, wat voor eeuwig is. Wat nie menselijke wijsheid en menselijke insig alleen is nie, maar groter as dit. Dankie dat u Jesus Christus voor ons gegeet om ons wijsheid te wees, om ons redding te wees, om ons heiligmakend te wees, en ons verlossing te wees, en ja ook ons vrijspraak te wees. Ons doen het niet uit onszelf nie, en zal het ook nooit uit onszelf kan doen nie. Heiligmaking, verlossing, vrijspraak, kan ons niet uit onszelf doen nie, net in Christus Jesus. Vader, ons sê vir u baie dankie. Dankie dat ons een lieflike nagrus vanavond gaan hê. En op u gaan vertrouwen en kan vertrouwen dat u ons ook dier die nacht sal beskerm. En ons sê vir u dankie vir die week wat ons gehad het. Ons sê vir u dankie dat u ons gespaar het en vir ons voorsien het en vir ons gesorg het en ons lei. Ons gee u al die eer daarvoor in Jesus Christus wonderlijke naam. Amen. Jy moet een lieflike vrijdag aand verder hê. Mag die Heere jou rijkelijk zien. En ik groet jou in Jesus' naam. Tot ziens.